Een klompenmaker in het Franse dorpje Rasseterre wordt vader van een vijfling. Op zich is dat natuurlijk al iets heel bijzonders, maar vooral als dat gebeurt in 1763. Helaas heeft hij het pech dat hij tijdens die bevalling, als hij de vroedvrouw gaat halen, iemand kwaad maakt die hem vervolgens uitdaagt tot een duel tot de dood. Ja, dat is het begin van dit prachtige boek, een graphic novel genaamd Jonge Wolven. In 1995 schreef Michel Foucault het boek Un loup et un loup. Pierre Macquiao maakte er een prachtig scenario van wat Frederike Nardo tekende. En het werd ingekleurd door Antoine Caresma. Ja, ik heb echt een sprong in het duister genomen met dit boek. Dat wil ik je wel zeggen. Maar nu ik hem gelezen heb, weet ik wel dat ik de goede keuze heb gemaakt. Want het is een zeer boeiend verhaal. Wat na een korte proloog eigenlijk even inzoomt op de ouders van deze vijfling. Namelijk Clovis en Apolline Tricotin. En in de eerste gedeelte van het boek laten zij zien wat zij eigenlijk te stellen hebben met het opvoeden van een vijfling die al vrij snel de bijnaam krijgen de schreeuwertjes van Rasselette. Dat duel wat ik aan het begin noemde, hè? Wat verbazingwekkend eindigt trouwens als je het verhaal even leest. Dat is niet het enige vreselijke wat deze Clovis overkomt. Op een gegeven moment wordt hij gebeten door een koe. En niet zomaar een koe, want die koe is zelf ook gebeten. En meteen komt de angst dat hij de plaag heeft. Wat wij eigenlijk kennen als hondsdolheid. Wat voor gevolgen dat heeft, dat wordt vrij uitgebreid besproken in het verhaal. Dat krijgt heel veel ruimte. En daar zit ook behoorlijk wat drama bij. Wat uiteindelijk leidt tot de dood van Clovis, helaas. Maar uiteraard gaat het verhaal over de vijfling. 4 jongens en 1 meisje. En door het hele verhaal heen zie je hoe hecht zij zijn met elkaar. Ze blijven altijd bij elkaar. En ze zijn ook voor niets en niemand bang. Dat zie je vooral op het moment dat ze naar school gaan. We praten over het einde van de 18e eeuw. Dus er was nog een scheiding tussen jongens en meisjes. Nou, dat krijg je dus niet voor elkaar bij deze vijflingen. Die laten niet toe dat hun zusje naar achteren gestuurd wordt, terwijl zij voor in de klas blijven zitten. Uiteindelijk sterft ook hun moeder en worden zij wezen. En op dat moment besluit de familie om de vijfling te scheiden van elkaar en ze allemaal op een andere plek onder te gaan brengen, om ze daar verdere opvoeding te geven. En aanvankelijk, met heel veel pijn en moeite, gaan ze akkoord, maar uiteindelijk vinden ze toch weer een manier om bij elkaar te komen, want zoals ik al zei, ze zijn onafscheidelijk en dat blijven ze ook. En vanaf dat moment focust het verhaal zich voornamelijk even op de jongste van het stel, namelijk Charlemagne, die blijkt over een bijzondere gave te beschikken. Jonge Wolven is een verhaal met heel veel drama, ook wel wat grappige momenten, wel wat actie, maar het laat vooral even zien hoe hard het leven was aan het einde van de 18e eeuw voor een jong gezin met 5 kinderen en ook hun familie die daarbij zit. Daarnaast vind ik het boeiend om te zien hoe dit alles, dit hele leven van deze familie en deze 5 kinderen in beeld wordt gebracht in dit boek. De tekenstijl is echt fantastisch, met heel veel detail erin. En één ding wat ik natuurlijk altijd heel belangrijk vind, is even de gezichtsuitdrukkingen. En die zijn ontzettend prachtig om te zien in dit boek. Er zitten heel veel verschillende emoties in. En soms dan zie je zo'n een van die kinderen bijvoorbeeld, nou, dan krijg je toch wel even de koude rillingen over je lijf, hoor. Als je dat ziet, die uitdrukkingen zijn zo mooi getekend. Met 126 pagina's valt er heel veel te genieten van het prachtige verhaal wat Macchio en Nardo brengen in dit boek Jonge Wolven. Het album heeft een wat open einde, waarvan ik zoiets heb van zou er misschien ooit nog eens een vervolg op komen? Ik vind het in ieder geval echt een fantastisch boek. En ik kan dit boek, Jonge Wolven, alleen maar aanraden. En mocht dit iets zijn wat jou aanspreekt, dan zou ik zeggen, ga naar de stripwinkel en ga hem daar halen. Ik wens je in ieder geval alvast heel veel leesplezier. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.